Vakantiepark De Groene Heuvels in Ewijk heeft plannen om de komende 3 jaar een verblijfsplek voor arbeidsmigranten te veranderen. De toenemende vestiging van de migranten klikt niet goed met de parkbezoekers. Directeur Sander van der Weerde ziet dit plan als de enige oplossing om het sluiten van het park te voorkomen. De termijn van 3 jaar zal de gemeente tijd bieden om handhavingsplannen te realiseren, zodat het park zich daarna weer volledig op toeristen kan richten.